Ja, ik kwam anderhalf uur voor de wedstrijd op het veld. Het deed me herinneren aan Logroñes-Barcelona. Want als Logroñes thuis speelde tegen Barcelona, dan maakten ze het veld nog iets smaller. Nou, dat was vanavond niet. Maaiden ze het een week niet? Nou, dat was vanavond wel. Er werd nog opgetraind. Er werd ook niet gesproeid. Dus ja, dan... En dat zag je. Je zag gewoon in beide ploegen, zag je het tempo in het spel. En dat vond ik dat minder in de eerste helft bij Roda. En minder bij Feyenoord in de tweede helft. Ik gebruik het niet als excuus. Absoluut niet. Want ik vind dat Roda in de eerste helft beter was. Dat we wat problemen hadden op het middenveld. Met de lopende mensen, met wat meer diepte van vormen naar voren toe. Waardoor die ook toch een aantal keren in een zeer goede schietpositie kwam. Tweede helft hebben we het beter gedaan. Waren we ook de betere ploeg. Maar aanvallend waren we niet goed. We waren onnauwkeurig in de eindfase. Kan leven met dit punt. Ik denk dat dat een terecht gelijkspel is. Beide ploegen hebben de kansen gehad om toch de goal te maken. Beide nagelaten. Dus daar wil ik het graag bij laten. Oké, dankjewel. Dan zullen we aan halve veld over. Ja, de grasmat is eigenlijk het gevolg van de winter die hier veel kapot heeft gemaakt aan het gras. Dus je ziet ook als je het heel kort maait dat het nog veel te veel putjes in zitten. Waardoor het gras een klein beetje langer is gelaten. Dus je ziet dat die kale plekjes al wat nieuw gras krijgt. Dus laten we dat even duidelijk aangeven dat de reden is waarom het een klein beetje langer was. We hebben er niet op getraind, dus we waren niet op voorbereid. Maar we waren wel de eerste helft beter. Ik denk de eerste helft dat we goed en rustig van achteren verzorgd naar de vrije man zochten. Heel veel beweging in het middenveld. Dus ook de wisselwerking die we een beetje hadden met de Beul en Vormer. Waardoor eigenlijk iedere keer de wisselwerking kwam. Waardoor Vormer eigenlijk centraal infiltrerend vrij kwam. Zeer goede combinaties gezien. Uit die fase moet je natuurlijk scoren. De tweede helft wacht dat weer een ander verhaal. Je weet het is 0-0. Feyenoord zal reageren. En reageerde ook qua positiespel een stuk beter. Kon eigenlijk veel moeilijker in ons balbezit onze doorvoetballen. We begonnen steeds meer met lange ballen te werken. En eigenlijk zag je dat het middenveld het niet goed kon belopen. Waardoor eigenlijk Feyenoord steeds beter en gemakkelijker de bal oppakte. En daardoor snel naar de zijkant wou. En dan moesten wij natuurlijk met onze halfspelers snel een ondersteuning. En het kost ook veel kracht. Waar ik het helftal een compliment moet maken is zeer strak in organisatie blijven spelen. Een ongelooflijke discipline aan de dag gelegd. En oké, deze wedstrijd die kon op bepaalde momenten alle kanten op. Tweede helft vond ik dat Feyenoord iets meer balcontrole had dan wij. Tweede helft hebben wij nog maar één goede kans gehad met Malky. Op basis van dat heeft Ronald gelijk, absoluut. Het is denk ik een terecht gelijk spel. Je kunt natuurlijk de vraag stellen, wat schiet er daar al twee mee op? Maar ik denk... Wij nog altijd heel veel. Ik vind het een heel belangrijk punt. Het belangrijkste vind ik dat je je team ziet doorontwikkelen. Ook weer de nul houden. En die organisatie, wat ik zeg, en die mentaliteit. Als we dat 5 dagen of 5 wedstrijden nog kunnen vasthouden, dan gaan we er kort bij zitten. Dat is de insteek en de doelstelling voor dit seizoen. Maar Feyenoord kunnen we al succes wensen. En daar wou ik door belaten. Ja, dankjewel, Aron. Is er dan iemand die een vraag heeft aan een van de beide prins? Gaan we nog thuis, tenminste... De spelers namen op een gegeven moment genoegen met dat punt. Dus denk je dat dan tevreden? Want thuis zit Utrecht in de tent ook op het uiteindelijk. Ja, genoegen met het punt. Ik denk dat we... Dat zei je dus hoor. Ja, oké. Maar we hebben, vind ik, toch alles geprobeerd om de goal te maken. Ja, we zijn niet 1-1 gaan spelen. Dat risico hebben we natuurlijk niet genomen, omdat ik vind... Dat een punt uit Baroda kan ik zeer goed mee leven. We hebben een goede organisatie gespeeld, we hebben agressief gespeeld. We zijn voetballend aanvallend. Een aantal momenten kwamen tekort, onnauwkeurig. Nou, dat kan gebeuren. En daarin past een gelijkspel Baroda uit best. Want ik begrijp dat de andere uitslagen dermate zijn dat we 4e staan of 3e staan. Dus ja... Zegt u? 4e. Nou, een plekje omhoog. Fantastisch. Is je de tussenstand op de bank? Nee, ik hoorde na afloop
wat het was. Dat houdt ons ook niet bezig. Dat we van wedstrijd tot wedstrijd leven. Ja, en we weten wat het programma is. En we moeten goed zijn en we moeten aanvallend beter zijn als vanavond. Om in ieder geval vierde of zelfs nog meer te worden. Nog meer vragen? Dank jullie voor de aandacht. Dan zie ik jullie graag bij de volgende thuiswedstrijd in de Pakstad. Dank jullie.